Nee, het was dus geen tas meer. We hebben 3 consumptiemuntenbakken. En daar had ik gisteren het muntgeld in gehad. Ik heb gisteren ook een kaststelling gehad en een klein kistje. Heb je dat boven neergezet? Ja. Gisteravond? Gisteravond liep je daar nog mee, ja? Ja, ja, gisteravond lag nog. Maar toen moest ik geld wisselen voor Vertopia. Nu meen je niet. En nu is het weg en alle bakken zijn leeg. Nee. Ja. Weet iemand er iets van? Ik ben niet boven geweest gisteren meer. Dus ik heb weet helemaal niks van dingen. Tas ook niet. En de boten ook niet? Nee. Dus, ik ben tot 10 over 10 nog boven gebleven. Dus, ja, ik ben daarna dan moet dat vannacht zijn gebeurd. Ik heb toen nog een keer toen ik... Of ik moet gaan slaapwandelen, maar... Ik heb deze wel op de grond gevonden. Het muntgeld zat zeg maar op de tafel lag. Maar was ik ook totaal niet op gefocust. Ik was meer op de computer. Ja, maar s'nachts ook. Net alsof hier iemand het terrein op... Ja, dat kan toch niet. Dat kan niet. Je moet gewoon ergens staan. Dit is het enige wat ik nog op de grond net met vrienden heb teruggevonden. Oh god. En waar zat het in? In een klein kistje zat het briefgeld. En is zo'n houten kistje? Ja. Ja, maar het stond er gisteravond nog toen Brennan er was. Jij bent als laatste van boven naar beneden gegaan. Ja. En toen lag eigenlijk iedereen al op bed. Ja, ik ben nog een keer, net zeg, ik ben nog een keer naar boven geweest. Ik heb het filmpje van mijn moeder bekeken. Ah, oh, dat is En ook trouwens, het filmpje van Merel, laat ik ook nog even kijken. Ik dacht, ik ook nog even naar Merel de moeder kijken. Oh, dan ging ik nog een keer naar mijn moeder kijken. Maar je hebt niks gezien? Nee, ik heb niet op gefocust. Het licht was wel nog allemaal aan in de silo. Dat hoe laat was dat? En de kachel stond nog aan. Hoe laat dat was kan, dat? Ik had heel veel auto op. Ja, dat zei je nog, dat de kachel nog aan stond. Ja. Dus ja, ik ben er nog geweest. Ja. Maar, even voor duidelijkheid, het zat dus in die zwarte... Die staan er nog. En die staan nu Maar die staan nu alle 3, we hebben er 3. Ja. Normaal gesproken zijn er 2 gevuld met consumptiemunt en de ander met muntgeld. Mm-hmm. En nu staan ze alle 3 leeg, staan ze naast de tafel. Ja, opgestapeld. 2 toch? Nee, 3. En er was er één gevuld van. Ja, eentje is gevuld met muntgeld. Nee, ik weet het niet. Maar die hebben ik gewoon 2. Maar jongens, even heel eerlijk. We hebben hier volgens mij meer dan 100 camera's op het terrein. Ja. Dus daar valt sowieso aan achter te komen, zeg maar, in minder dan 5 minuten. Ja, niet dus. We hebben geen controle over de camera's. Het enige wat we denk kunnen doen is politie bellen. Nou, maar het moet toch ergens zijn? Kan kijk, in principe zijn dat die kan politie de beelden opvragen. Is het niet op een andere plek neergezet? Ja, het is niet de bedoeling. Ja. Maar volgens mij is het... Ja, we zijn om met 8. Als we alle 8 zeggen van... Nou, ik heb niks met dat geld gedaan. Ik lag in coma. Ja, net zo goed. Ja. Het zijn 3 bakken. Ja. Ook, maar dat betekent dus dat wij lagen zo'n bak de Romeinse Rijk, hè? Ja. Ja. Maar dat moet ook wel, want er lagen 2 losse 2 euro muntjes op de grond. Ach, hou op met mij, hoor. Dan is er gewoon iemand de trein opgekomen. Oké, dan moeten we het... Maar is er iemand aan het fucken? Even voor duidelijkheid. Nee. Dan moeten we bellen, Eén ding is nog wel een dingetje. Sinterklaas is weer in het land. Ja. Je heeft zich vergist in een schoen en een... Nee, ja, die paar euro's. Maar, dat was natuurlijk omdat we natuurlijk geen bortels hebben, geen suikerklontjes. Stel dat we gestolen zijn en het was een dag eerder gebeurd, dan waren we 16.000 extra kwijt geweest. Maar dat kan toch niet zomaar? Kijk wat voor hekken we om het terrein hebben staan. Okay, nou ja, er schijnt dus voordat ik hier was al een keer eerder iemand op het terrein te zijn geweest. Dat ligt ja, maar dan hadden we dat al gehoord. Daar gaan we ook even niet over praten, maar in ieder geval... Ja. Oké, nou dan gaan we de politie. Als er wel iemand geweest is. Algemene nummer politie, dat is 0900 8844. Willen we dit met z'n allen dit gaan bellen? En ja, hier, moet toch. We moeten er achter komen wat er gebeurt. Oké, dan gaan we dat doen. Moeten we niet eerst nog even dan zoeken of zo? Nou, laten we eerst het terrein even afzoeken. Het is 1000% zeker, jongens. Gisteren zaten toch de muntjes gesorteerd. We hebben jou allemaal dat spul daar neergezet. Ja, ik heb het allemaal netjes in de bak. Ja, wel hè. En de briefjes zaten in een nulboek of zo. Laten we even één ding nog even doen. We gaan nog even checken in alle huisjes, in de silo, in algemene plekken. Wacht even. Daarna gaan we even bij alle hekken even kijken. Want als daar euro's liggen... dan kan het ook nog zo zijn dat ergens anders euro's liggen. En als daar euro's liggen bij het hek, dan hebben we ook nog een aanknopingspunt. Als we er zo even naar gaan kijken, dan, en we vinden het alsnog niet, dan kunnen we de politie bellen. En dan kunnen we zeggen van jongens, er is iets wat niet, wat helemaal in de hand is. Denk je dat je veilig zit? Okay. Hallo, ja, we zitten hier op een afgesloten terrein. Er is geld tussen. Met meer dan 100 camera's. En hekken erboven. Wat denk je wat zij gaan? Nou ja, laat maar. Oké, 3 mensen in de silo, de rest in de huisjes? We hoeven de huisjes toch niet te checken? Ja.
kan overal zijn, toch? Ja, ik heb net hele huizen schoongemaakt. Ja, bij ons ligt er niks. Ja, maar dat Shelley, dat er een inbreker is. Ja, jullie mogen mijn huisje absoluut checken, maar ik kan je verzekeren, er is helemaal niks, alleen maar kleren. Ik heb alle kratten en vieze onderbroeken. Dat mag gewoon doen voor de formaliteit, want je kan geen plek. Nee, daar. Die van ons heb ik net helemaal over opgetrokken. Eventjes rondje lopen. Ik heb hem helemaal over opgetrokken. Alle 1 euro is op buffet. Die heb ik hier in de zak. Kijk jij maar in de boot. Ja? Ja, tuurlijk. Ja. Maar Ger, gisteren stond er ook al mensen bij. Ja, joh, dit is toch te zot voor woorden. Laten we daar gewoon heel eerlijk over zijn. Afleiding. We gaan hier de politie toch niet verbellen. Maar ja, waar zou het dan moeten zijn? Want het zit niet meer in die bak. Oh, Jezus. Nee. Hier ligt wel een euro. Een euro? Ja. Oké, okay, dan nemen we die mee. Oké. Okay. Een euro in de bak vinden. Oh, kijk. Oh nee, dat is toch geen zakje. Oké. Okay. Hier is die niet. Ja, nou, we moeten hier nog even kijken. Hallo. Maar ja, afgesloten hij gaat toch niet zomaar daar? Denk je dat Jesse dat daar in zijn slaap neer gaat zetten helemaal? Ja, tuurlijk. Oké, nee, er ligt ook niks. Nou, de boot is clean, denk ik dan. Toch? Jij bent niet zo'n goede politieonderzoeker. Nee. Eeuw. Ja, voel ik ook een beetje eng. Nee, de boot is clean. U bent vrijgevallen. Maar wel een euro, hè? Wel een euro. Dus dat is nog wel een aanknopingspunt. Ja. Dat is een aandachtspuntje. Ja. Wat een teamwork, jongens. Ik weet dat Jess gisteren in het atelier heeft geteld. Dus misschien moeten we daar voor de zekerheid ook even kijken. Al heeft hij al wel gekeken, zegt hij. Maar okay. Voor de zekerheid. De kast opgeruimd? Ja. Daar ligt ook. Heb je in de boot gekeken? Ja, daar lag 1 euro los. Ja, dat is die ik heb gevonden, denk ik. Oh, echt? Oké. Ja. Maar deze zat in het atelier en daar heeft Jessie gisteren geld geteld. Oké. Oh, lekker warm. Ja, chill, hè? Ja. Ja, die is vanmorgen opgeruimd, dus. Ja, maar voor de formaliteit gaan we toch nog gaan even kijken. Oh. Ja, zoveel. Waar zou het ook... Nou... Ja, maar het zou dus of in een tas of los ergens moeten liggen, want die bak wordt niet meer gebruikt. Nee. Deze niet en die zwarte niet. Oké. Boris heeft hier helemaal opgeruimd vandaag. Toch maar even kijken voor de formaliteit. Ja, ik kijk wel even achter het huisje. Oké, dat is goed. Nee! Nee. In de lades? Nee. 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 Oh. Geitjes, jullie hebben hem ook niet, hè? Nee, gelukkig. In het geitenhok? Dat zou best kunnen. Daar kijken we natuurlijk nooit, hè? Hey, Yves. Hi, schat. Ja, het is allemaal wat, hè? Heb je het gehoord? We zijn bestolen waarschijnlijk. Dat is raar, hè? Nee. Heb je wat gezien vannacht? Nee. Okay. Nee. Heb je niks gezien? Helemaal niks. Ivy heeft ook niks gezien, zegt ze. Oké. Okay. Wel goed opletten, hè, Yves. Jij bent als een waakhond.